Verdachte ongeval A2 aanspreekbaar. En in de rij voor een oliebol uit Maarsen. Het is 31 december, de laatste dag van het jaar. Maar natuurlijk krijgt u ook vandaag het nieuws in U Vandaag. De man die gisterochtend waarschijnlijk een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A2 bij Maarsen ligt nog in het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend, maar is wel aanspreekbaar. De man klapte met zijn Volkswagen Golf op een andere auto. Die sloeg daardoor over de kop. Een man in die auto overleefde het niet en nog 7 andere mensen raakten gewond. Een aantal van hen, onder wie ook kinderen, is er slecht aan toe. De man in de Golf is aangehouden. Volgens ooggetuigen zou hij 200 km per uur hebben gereden. En ook reed hij volgens twitteraars op de vluchtstrook. Voetballer Christian Kandu is blij dat hij niet terug hoeft naar Congo. De speler van de Utrechtse voetbalclub Maghreb 90 heeft een permanente verblijfsvergunning gekregen. Kandu kreeg gisteren het goede nieuws te horen. Hij is al 15 jaar in Nederland sinds zijn 9e. Maar afgelopen maand dreigde hij uitgezet te worden. Maghreb 90 startte een actie. Er kwam ook veel steun van bekenden in de voetbalwereld. En Kandu is dankbaar voor die steun. Ik zeg zelf dat de vrouw die het goed nieuws had gebracht, de vrouw zou je bijna willen knuffelen. Zo blij was ik. Ja, nu kan ik ook rustig aan mijn hoofd zijn, lekker voetballen. En gewoon dingen doen waar ik van houd. Kan ik ook gaan werken. Kan ik gewoon alles doen wat ik in eerste instantie niet kon. Kandu gaat nu een paspoort aanvragen en er moet nog wel een inburgeringscursus volgen. De laatste dag van het jaar. Ja, daar hoort natuurlijk een oliebolletje bij. En niet de eerste, de beste. We willen oliebollen van bakkerij Olink in Maarsen. Dat blijkt, want daar stond vanochtend een enorme rij met mensen. En dat is niet zo gek, want volgens de oliebollentest van het AD verkopen ze daar de beste oliebollen van de provincie. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlander met de jaarwisseling gemiddeld zo'n 3,6 oliebollen eet. Maar de klanten van Olink eten er misschien wel meer, want mensen staan ervoor in de rij. We staan redelijk achteraan, dus ik denk 5 minuten ongeveer. Ik ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren. Ik denk 20 minuten ongeveer, dus valt mee. En wie oliebollen zegt, zegt oliebollenacties. Ook in onze provincie zijn ze weer in volle gang. We nemen wat bloem, wat gist en een paar rozijnen. En daar is die dan, de oliebol. Het is onze traditionele oudejaarshap, maar vandaag de dag ook een populaire benefiettractatie. Voetbalclub SCH44 in Harmelen bijvoorbeeld samelt met de verkoop van oliebollen geld in voor nieuwe materialen. In wijk Bij Duurstede gaat de opbrengst naar het onderhoud van de kerk. En in Zeist gaan de bollen in het vet voor de vluchtelingen. Als de feest gevierd moet worden, dan mogen ze eigenlijk meedoen. Gewoon een feestje vieren op Oudjaarsdag met die vluchtelingen. Ja, het is een idee van Edwin, die zelf ook wat bakt. Maar voor een professionele bol voor de vluchteling moet je bij Evriem zijn. Het zijn inderdaad eigenlijk de allerlekste oliebollen van Zeist. Bij haar oliebollenkraam kun je extra bollen bestellen voor de mensen in de opvang. Toch goed, schouder. Alsjeblieft. Iedereen kan een euro missen. En iedereen kan wel, ja, op deze manier kan iedereen wat doen eigenlijk. Dit jaar kregen veel plaatsen in de provincie ineens met vluchtelingen te maken. Honderden vonden tijdelijk onderdak in gymzalen, vaak voor maximaal 72 uur. In Zeist opende een noodopvang voor maximaal 3 jaar. In het najaar ben ik wel in aanraking gekomen met de vluchteling. Dus 2015 is voor mij wel het jaar van de vluchteling. Ja, waar ik ook de mensen die daar zitten wat persoonlijk leer kennen. De vluchteling krijgt een gezicht. Ik heb natuurlijk wel de foto's gezien en de beelden van mensen die aanspoelen en aankomen varen. Maar ja, wie zijn dat, die mensen? Nou, nu ken ik een paar van die mensen. Zijn ze allemaal de oliebollen? Bij Evriem vliegen de oliebollen inmiddels over de toonbank. Al dan niet gepaard met enkele opmerkingen. Nou, als één iemand die zei, die lust helemaal geen oliebol. Ieder volk op de wereld houdt van zoet, deeg en frituur. Tja, en nu dat is opgehelderd, kan iedereen die wil een lekkere oliebol schenken. Hoi, kom je zo een oliebol bij ons eten? Wij zijn er helemaal klaar voor en ze zijn vet lekker. Nou, ik zou zeggen, we gaan het testen. Heerlijk. Lekker? Ja, zie. Ja, de oliebollenkraam staat in het centrum van Zeist aan de Voorheuvel. En vanmiddag vieren ze een feestje bij de opvanglocatie in het kamp Zeist. De brandweer had het vannacht maar druk. Op verschillende plekken gingen containers en prullenbakken in vlammen op. Zo is in deze schuur op de Van Gentstraat in Amersfoort waar 2 containers afbranden.
De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is niet bekend, maar veel brandjes zijn veroorzaakt door vuurwerk. Bureau Hengeveld heeft een succesvol jaar achter de rug. Het opsporingsprogramma van RTV Utrecht behandelde 176 zaken. En u heeft goed meegedacht, want de redactie kreeg 600 tips binnen. En daarmee heeft de politie 38 zaken opgelost. Ook zijn er bijna 60 verdachten aangehouden. Utrechtse filmmakers beginnen met een crowdfundingsactie om geld op te halen voor nieuwe apparatuur. Vlak voor kerst werden ze beroofd van hun spullen. In totaal missen ze apparatuur van 40.000 euro. De filmmakers waren niet verzekerd tegen inbraak en hopen 25.000 euro op te halen met de actie. De RAVU, de regionale ambulancevoorziening Utrecht, maakt zich op voor een drukke dag en nacht. Er zal vanavond heel wat vuurwerk afgeknald worden. En dat heeft traditiegetrouw ook ongelukken. De RAVU waarschuwt dat de meeste ongelukken door onvoorzichtigheid gebeuren. En daarom nog maar eens een waarschuwing. Mocht je zien dat het vuurwerk niet afgaat, laat het gewoon liggen. Ga er niet naartoe en probeer het niet alsnog aan te steken. Kort lontje, letterlijk, dat kan problemen opleveren. Dus laat het gewoon liggen en ga verder met een ander stuk vuurwerk wat je nog hebt. Tussen 6 uur vanavond en 2 uur vannacht mag het knallen en sissen. En buiten die periode kan de politie een boete van 100 euro geven. Maar karbietschieten, dat kan al wel vroeger. Want om 10 uur vanochtend knalden mensen er al op los. In Hoogland trekt het schieten steeds meer publiek. En de dorpelingen pakken het ook elk jaar groter aan. De voorbereidingen voor het spektakel werden vanmorgen vroeg al genomen. Om er zeker van te zijn dat er vanmiddag goed geknald kan worden, wordt er in alle vroegte al getest. Karbietschieten. In Hoogland weten ze niet beter. Het is wel, het is wel een traditie. Het hoort erbij. En daarvoor komt er denk ik ook wel zo'n een hoop volk op af. Dat is wel leuk. Het principe is simpel. Stop een karbietsteen in een lege melkbus en voeg water toe. Dan ontstaat er een explosief gas. Spannend om te doen, maar daar gaat het niet eens zozeer om. Karbietschieten zelf is ook wel leuk met de knallen, maar ik denk dat het voornaamste het leukste is dat je gewoon met z'n allen met een hoop bekenden bent. Heel veel uit het dorp komen ook. En ik denk dat het leukste is dat je gewoon met z'n allen bent en een biertje doet en gezellig met z'n allen houden. Daarom is er ook een feesttent met muziek en natuurlijk drank. En dat laatste is niet zo handig als je goed op moet letten tijdens het karbietschieten. Dus wordt er op tijd gestopt. 6 uur karbietschieten afgelopen. En dan om 11 uur gaat hier weer het feest verder. En dan gaan we hier ook met z'n allen oud en nieuw vieren. Op naar een knallende jaarwisseling. Het schieten begint vanaf 1 uur vanmiddag pas echt. En vanavond is er een groot feest in de tent. Het weer dan nog. Best een lekkere laatste dag van het jaar. Want het blijft op de meeste plaatsen droog en de zon kan gaan schijnen. Het wordt 9 tot 10 graden. Rond middernacht kan het wel wat nevelig worden en dat komt af naar de 3 graden. Het vuurwerk is dit jaar wel goed te zien, want er wordt geen vuurwerkmist verwacht. Meestal ontstaat dit tijdens de jaarwisseling door de koude lucht samen met de kruiddampen. Maar nu blijft het dus helder. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. En kunt u nou niet kijken, dan wens ik u vast een heel gelukkig nieuwjaar.